Mijn naam is Christian. Ik woon in deze buurt al een 5 jaar ongeveer. Wat er mis was, ik kreeg op een gegeven moment een melding van de gemeente met een mededeling dat deze fantastische planten weggehaald zouden worden. En daarvoor in de plaats komen de nieuwe planten, veel lager. Op zich kan ik me voorstellen dat er allerlei redenen zijn waarom. Maar wat me verbaasde is dat het gewoon, je kreeg gewoon de mededeling, het gaat gebeuren. En ik vroeg me af of het niet leuk zou zijn, aangezien ik het hele jaar ernaar kijk vanuit mijn huis, om te vragen wat voor planten zou je daarvoor in de plaats willen hebben. En ik kan me voorstellen dat een moeilijke vraag is, maar waarom niet? Ik ben Karel Lens, ik ben een van de oprichters van Verbeter de Buurt. Verbeter de Buurt is een platform waarop iedereen problemen en ideeën in zijn buurt kan aankaarten. Problemen zoals deze scheve paal of ideeën zoals ik wil hier een speeltuintje omdat er zo weinig is te spelen. Die kun je bij ons op de kaart neerzetten en wij sturen dat dan door naar de gemeente. Het proces is heel simpel. We gebruiken het internet en mobiele applicaties om die meldingen eigenlijk in kaart te brengen. Dus als je hier een melding van zou willen maken, kan je mobiele telefoon opstarten, een foto maken van het probleem en via onze app dat heel makkelijk bij de gemeente terecht laten komen. Nou, ik ben naar Verbeter de Buurt gegaan op de site. Daar ben ik op zoek gegaan naar de plek waar het is, op de kaart, bij ons, voor de deur. Dus ik heb een idee geplaatst en het idee gaat voornamelijk om het ontdekken naar de mogelijkheid om inspraak te kunnen hebben over wat voor soort planten er gaan komen. Want uiteindelijk kijk ik het hele jaar daarna. En als we toch al digitaal bezig zijn op Verbeter de Buurt, zou het ideaal zijn als je een poll kan plaatsen. Hè? Als de gemeente zegt van, dit zijn 3 mogelijkheden die als alternatief. Plaats 3 foto's en laat de mensen stemmen over die 3 foto's. En de meeste stemmen gelden. Ik bedoel, dat is iets democratischer dan vanuit de gemeente zeggen van, wij hebben al een keuze gemaakt, vind ik. En ik kan me voorstellen dat de gemeente reageert van, ja, maar we kunnen niet iedereen plezieren, dat begrijp ik ook wel. Maar als je het een keuze geeft, dan geef je als gemeente ook een signaal, we willen naar jullie luisteren. Nou, dat vind ik veel mooier dan gewoon een mededeling van, het gaat gebeuren. ...van de 418 gemeenten, die staan open voor de meldingen van Verbeter de Buurt. Als een melding vanuit Verbeter de Buurt bij de gemeente terechtkomt, via e-mail over het algemeen, dan nemen ze die melding dus in behandeling en laten ze jou weten wat er gebeurt. En ook op de website kun je zien wat er allemaal in jouw buurt is gemeld en wat er met je eigen melding is gebeurd. Als er een probleem is gemeld, dan zie je een rode punaise op de kaart staan. Als er een idee is gemeld, is dat een lampje. Maar ook de groene vlaggetjes zijn heel erg belangrijk. Die staan eigenlijk voor alle oplossingen die er daadwerkelijk zijn gekomen. Eigenlijk willen wij de rol van de burger vergroten. We willen dat er meer mensen betrokken zijn bij het verbeteren van de buurt. En dat de overheid ook makkelijker eigenlijk in contact komt met wat er speelt in buurten en welke ideeën daar leven. We geloven dat het niet alleen maar nuttig is als mensen zich bemoeien met het melden van bepaalde problemen. Dus je gooit het over de schutting bij de gemeente. Maar dat ze ook zelf een rol nemen en zelf nadenken over hoe kan mijn buurt beter. Wat kan ik daar misschien zelf aan bijdragen? De toegevoegde waarde is burgerparticipatie. Aan de ene kant dat wij als burgers met ideeën kunnen komen, vind ik heel belangrijk. En als tweede dat de gemeente gewoon luistert naar wat wij ergens van vinden. Dat vind ik net zo belangrijk. En als je dat op een goede en harmonieuze manier voor elkaar krijgt, dan krijg je dat we samen gewoon wijken en buurten ook beter gaan krijgen. Ik zou tegen alle buurtbewoners in Nederland willen zeggen dat ze gewoon mee kunnen doen. Dat het zin heeft en dat je buurt er beter van wordt. Dus als je een probleem hebt waar je iedere dag tegenaan loopt, of je hebt een idee hoe jouw buurt beter kan, meld het op Verbeter de Buurt. Wij zorgen dat het bij de partijen terechtkomt die ermee aan de slag gaan. Verbeter de Buurt, begin bij jezelf.